Pirino, soma, sana, un prezi, popo, al rojo. E me casan, cango. You know you.
Vrede Kondre. Goedenavond, goedemiddag, goedemorgen. Papa Tauchi. Legende. Jong, als ik terug mag denken aan Papa Tauchi, dan praat ik weer over mijn buurt Latour 2. Daar bij Tuinvoort. Amasa meka pop, apoku mi popchi. Dama temi kuliman. Yuna Laturman, Kuliman, Yusap sana sandisi, mitak saya smoko ganja, amatak tem no smoko afwalak, nanga de leaders fa kondre disi, espami edep mi no smoka ganja, amatemi temi be smoka, teme smoka ganja nanku, be sabi ala fasida me relax e lukudeng, Sade mai dunanga kondre nanku. Aksi Tuinvoort. Tuinvoort. Usaba pantok. Latour 2 dape. Bemeka popchi popchi poku. Jongo pa manda de is in Suriname. Of is hij in Nederland. Tuinvoort. Ala san shwiti. Goeie herinneringen gehad. Want brerap mi dape to Tuinvoort. Rasta. Ja, en ik kon ook voorstellen dat bij Orga Dansi, Snoop, met Sensation, met Papa Tauchi. Was ook een tijd van mij geweest. Voor mensen die het niet weten. Srenapoku. Mensen, nogmaals, goedemiddag, goedenavond. One sweet day. Die alade pa. Alade pa. Pa, ala de opa, ala le manengre, aer grotapu manengre, een lekkere vaderdag. Voor bepaalde vaders zwaar, voor andere beetje licht zwaar, maar hoe je draait of keer, ala pa abensani. En als je zo luistert, naar een aantal figuren. En de heren van mij tak over vader daar. Maar ja. Moet je ze antwoord geven. Moet je ze antwoord geven mensen. Ja, Waldi Tuinvoort. Waldi Tuinvoort. Jermaine Esaias. Jogano. Joga, ja. Bedankt, bedankt. Waldi, ja, klopt. Waldi Tuinvoort. Leuke tijd op Latour gehad hoor. Nog steeds op Latour 2. Dat heb ik de eten, dat heb ik de toe naar weg naar zee. Mi loop mi buurti. Mi loop mi buurti. Wallop saip sa mensen. Wallop saip sa. Kan de mim accident de na leden. Kan de om legaliseer ganja, trouwens kan een marijuana, trouwens kan een hennep. Wat a gersi, tak de mij smoko bitawiri, trouwens hij smoko sopropo wiri, dat te den opo te manting, dat de moko tegi libisma, walop belofte zijn mekbaka.
Want de mij zei smoko gaja. Tok de mij takje verstandig na een huis. Ja toch? Dus mo accident die en al in de regering. Kan de omlegaliseer gaja marijuana. Want volgens mij. De was hij smoko bitawiri. Nanga zei smoko moxiwiri. Nanga wiri nanga oli. Tede opo manteng. Tede opo de mofo. Da me tegi ding. Me shi ding. Tak nanga sade opo baka. Ik zie, wanneer ik de waarheid spreek, en je hoeft niet altijd eens met me te zijn, maar de tijd zal uitwijzen. En ik hoop, als ik nog in leven ben, dat jullie een keertje de waarheid gaan zetten. Hoe potent je me? Ja, of hoe kaar me neemt in een nature met me arkoenen. Ik heb niet over te met tak over wan libisma, te met tak over wan sma, en als sma dat mek fout, en dan look in a spiegel, en dan tak I mek fout, u mek fout, we tak don sanite de open aan libisma. We hebben ook, en we zien elke dag, en al deze 4 jaren lang, horen we dezelfde chocolademars elke keer. En wanneer ik, op mijn eigen wijze, voor op een ei, en wat loopt voor een kost me, mijn espang, mijn lukudeng. En die demo juwa anta san baka mensen. Donc tant kosmi de man say kosmi. Kosmi. Welkom mensen, welkom. Share jullie mijn life. Share jullie mijn life. Want mi merk op dat dat stref de mijn blog. Mano erg we godoro. En mi hoop dat u ta share a life met adoro pandoro. Mi takke vaker, mi ne kos don ja mek komedi. Mi ne kos don of knapu, ogo tegi libis ma jides ma hoop. Wa je sit, een aantal politieke partijen, met daarin politieke figuren, weer zitten en staan te beloven. Dat mijn arkiwang, of mijn leeswang baka, van mevrouw voor DA, DA 91, of DA, no? Van mevrouw neem. Maar mevrouw, nee, kan je ook even niet. Als maar Taki Castellano of La Castellano kan je ook tekenen. Als mevrouw Taki del Castellano. Luister, luister, luister. Mevrouw Castellano, je moet de laatste persoon zijn om het volk van Suriname, om Wisseranang mensen, natie van dit land, mevrouw Del Castellon, want we weten nog,
De mensen die het niet weten. En uw werk van Redimusus. De roze barretten. Ik heb het al 7 jaar, 8 jaar terug gezegd. Waar ik was. Ze werken voor bepaalde roze barretten. En ze moeten een opdracht uitvoeren. Mevrouw Castellion, wie bent u om te zeggen dat mevrouw Jenny Simons niet een goede kandidaat is voor Suriname? En dan gaan bepaalde mensen vriend naar me kijken. Want ik heb Jenny Simons gezegd, ik kom met documenten. Of ik kom met haar uitspraken. Mevrouw Castellion, je moet naar jezelf kijken. U hebt regeermacht gehad, uw politieke partij. U bent ambassadeur geweest. Ja toch? Wat hebt u voor Surinamers gedaan? Wat hebt u voor de jongere Surinamers gedaan? Want u rent naar Flora. U rent naar het binnenland. U rent naar Tamega. U rent naar de toekomst weg. Wat hebt u gedaan voor jongeren, voor mensen, toen u ambassadeur was? Dat moet u vertellen. Maar kom niet met lulverhalen. Om andere personen te bespreken. Ik kan het wel doen. Weet u waarom? Ik weet wat ik betekend heb in een aantal politieke partijen. Ze willen het niet zeggen. En ze gaan het ook nooit zeggen. Dus beter u doet uw campagne. Want we weten ook uw agenda. Uw saba agenda toe. En ik kijk uit naar de mensen. Ik kijk uit naar de mensen. Stranamang, strana uma. Hebben jullie opgemerkt? Zotblok serlas. Smabayeng. Smogobayeng. Dan ga ik jullie fake news vertellen. Suriname, Oesteramang, Oesteranamang, Dennis bedankt, Oesteranamang, Unufu Flora, Unufa Ghetto Talk, we kan u potisma Unu. In een soort show de man geeft ABS. Usha Biggie Clown Show. Usha Suska en Wiske verhaal. Wanneer ze jullie gebruikt hebben. Weg, weg, hij moet weg, hij moet weg. We zijn zo snel. Draaibaar. We zijn zo snel. Vergeet plus plus min. We schreeuwen, hij moet weg. Ja, Rico. Dan vraag je af. En heel wat mensen kijken. Nationaal, internationaal. En we nemen het als een kiek.
Wanneer men het als een kik. Ja, koning, moeders koning, mama. Mama heeft geregeld, mijn moeder, mama. Dat is het niveau van deze regering. En we accepteren het. We willen het ook accepteren. We willen allemaal vrede. We willen allemaal een bepaalde standaard. Maar de persoon en die voorzitter van IBS. Mene sap if you say you yeye. Maar mene sap if you say you ede. Of kan die trouw een zombie, mene sabi. Ja toch, mensen? Kan die trouw kabaja buju. Kan die trouw buju baja. Kadeton rakamatakata. Maar you must look boom. You must look boom. Mine tak somar sanie. Look boom. En mine ta misembas kopu gigba mi opta ke arki baka. Al draait 63 graden. Wanneer verkiezing we go. Na verkiezing we go. Want we lopen naar een pakkigba. Voor een politieke partij. Want lo mai me gimek asprak. Want de denk do kam makti. Je gaat zien hoeveel mensen teleurgesteld zijn. En moet je je wat toestaan zijn op samor. Is je... U volgt toch, wapa Mohammed ook toe in Suriname. Is je dat de Amerikaan doet toch? En ze zijn jaren bezig met een paar Surinamers. Ze zijn jaren bezig. Net zoals ze bezig zijn in Guyana. We moeten oppassen. De eerstvolgende regering zei kom. En aan het eka beitel. Dat kota udo itu. En voor de kota op een zwarte lijst. Want er wordt de cambiosvergunning afgegeven. Er wordt de bankvergunning afgegeven. Net als mensen van Mohammed van Guyana. Let jullie goed op wat er gebeurt. En er zijn DNA-leden die meewerken voor geld. Wanneer er gelden worden gestort voor sponsoring in Miami of in Panama. Die Amerikanen weten alles. En ik hoop dat ik nog de natuur me kracht geeft om dit mee te maken wat ik zeg. We gaan dadelijk, als we niet oppassen, want deze regering doet geen moord eraan, dat we geblacklist worden, en dat we eiland gaan worden, en al die grote, die brandkast, we gaan geen moer met ons dollars kunnen doen. We gaan niets met ons euro kunnen doen. En let jou wat draai. Let jou wat draai.
regering. De Amerika na nga de Holland, ma na nga de Frans, ma ilukuno era. De lukuno, wat jullie 4 jaar hebben gedaan, wil ik niet eens praten over andere regeringen. En ik heb gezien, wanneer je met mensen praat, niet zomaar mensen, mensen met politieke invloed, dan zeggen ze allemaal, je lauk basterano de sofara ete. Maar ze vergeten dat die informatie wat buiten ligt, dat de buitenwereld het heel staat heeft gehackt. Alles van de staat weten ze. Ze weten alles van deze regering. Alles weten ze. En ze spelen onnozel. Maar check wat er gebeurt. Jullie checken mee wanneer ik FedEx en DHL stukken kreeg. Hoe check me? Hoe denk ik dat ik contact me neem? Hoe kou u nu? Dat ik ook op airport en ik contact me neem. Hoe kou? Ik weet wat voor documenten ik gestuurd kreeg. Wat? Jullie zoeken naar Panama Papers. Jullie klootzakken jullie. Sorry hoor mensen. Strana man. Strana uma. De keuze is aan jullie. Wanneer partijen praten. Wanneer partijen praten. En dan mag het NDP zijn, het mag VAP zijn, het mag ABOP zijn, het mag NPS zijn, mag Partia Luhur zijn, mag DA91 zijn, mag HVB zijn, NS, BEP, allemaal. Ook Wisranang, politieke partij. Ook Wisranang, politieke partij. En je moet luisteren wat ik ga zeggen. Want wanneer ik stukken plaats, ja toch, dat je jere aan een manko, de oppositie moet brieven, zo even mensen schrijven plaatsen, nou, vet in de VS. Wel luister, we hebben al geschreven als politieke partij Wisrana. En ik kom even erop, wacht even, heel goed. Wanneer politieke partijen jullie beloven, wanneer personen, en het geldt voor elke politieke partij, net als mijn partij ook, politieke partij Wisranang, en dat gaan wij ook doen, laat ze het gaan verzegelen. Bij een notaris. Laat ze dat internationaal gaan verzegelen wat ze deze natie beloven. Laat ze niet met losers verhalen komen. Neem nog een keer maar los in een abori. Wat 2025 Srenamastrena Umanowana Jera Sandati. Wat we installeren kernen, we installeren dit, we installeren dat. Alle voor jaren, we installeren. We lauwen volk. We zieken volk. Kom eens in zo'n politieke partij. Want we hebben ook een gehad. Die heeft gezegd, die had gezegd, dit gezegd, dat gezegd. Red Suriname. Maar Gata doet.
is er uit Suriname. Ze hebben zichzelf verrijkt. En laat ons in bij zetelwinst. Welke partij zich houdt aan die afspraken bij de notaris? Wij gaan ook aantal bij de mensen en zeggen dit gaan we doen, dat gaan we doen. Vastgelegd bij de notaris. Volk, natie, wanneer politieke partijen langskomen bij jullie, laat ze niet met loze verhalen doen, met de kangen nonsens nu. Met de man zult ik hier een notaris Ramotar, of notaris Punwasi, of notaris Diti, luk hoe jaso. Hoe potent jij er? Notarieel! Ik potent een hofpresident, ik liep het drapen dat ik hier nou. Sana beleid voor grond. Sana beleid voor grond. Sana beleid voor osso. Wat jullie komen beloven? Jullie allemaal beloven. En wanneer wij als politieke partij wisselen aan vragen stellen, dan hebben we een nieuw antwoord. Ik heb het vaker gezegd. Het is mooi samenwerken. Maar laten we het nationaal, internationaal, bij de CARICOM Instituut vastleggen. Vertalen en zetten. Kijk, dit gaan we doen voor de natie. Strenamang. Dan is de waarheid hard. Maar wij als politieke Wisserenaar, dat willen wij. En dat gaan wij ook doen. Laat politieke partij voor jullie komen uitleggen. Vader los een probleem op. Is mooi. Vergadering, dansen. Misschien wat trouwens is winti. Leg me daar. Wat president kan mij dat ding wat kerkie. Wat dames van Aruba. Apura. Dat is mijn kies winti. Zo weet je niet eens wat winti is. Een paar inheemse dame. En die keri. Ze denken allemaal dat het volk zombies zijn geworden. Zijn volgelingen. En wij allemaal kijken daarnaar. En het is leuk. Voor een mooie show. Die ene stap naar de andere partij. Van journalist naar partij nu. Want hij is mijn smerrie. En het volk gaat mee. En wij allemaal kijken hier. En wij allemaal dansen, de aantal van ons. We dansen aan ding. Het is internationaal. Internationaal. Er zijn nu Engelsen hier. Engeland. CBIT mij wakajaso. Onderzoek. Corruptie. Schandalen. Wasmachine onderzoek. Weet je. 1975 onafhankelijkheid. Hoe te kwam pen
na mga papira. Ala 5 yari, na aksidem ma funu, we jopo jopo to, ala 5 yari te wa tra rakere kong, im aksidem ala minister wa generator, ala minister dri oto, president nga visa president ome oto, omen personeel, omen leifwag, dat er ek ba, dat er mij bij ala sa puro giwa apala na ee. Maar dat no erg. Koon het ek ano erg. Ala 5 jari, wat er minimaal en mensen verbeteren maar, tussen de 5 en 10 miljoen dollar, als het niet meer is, wordt uitgegeven aan ministers, mine tak salare storiete, me tak wagi attributen na gade sandati. De luku de bedrag, accident, na amon amondati, omen mini fabriek opo, omen arbeidplaatse den we kapoti, accident, omen onderwijsinstellingen de mapoti, maar we go stem, en we stemt op politiek partij. Zou pot een vrouw, buiten vrouw, naar ambassade. De ching of een stuk naar buitenland. Denk aan Tori. Schrijf je nog maar. Alle de minister. Naar de traman. Luko me money de chisi. Actie de politieke partij. Na hoeveel ministeries gaan jullie? Na hoeveel ministers gaan jullie? Dat zeggen ze dat ze voor natie opkomen? Vraag ze. In op kosmi. Accident. Accident. Jereno. Om mijn ambassade post wabi. Gaan we naar 3. Gaan we naar 4. Accident. Gaan we al die ambassade posten opdoeken om onze onderwijs, om onze gezondheidszorg op te graden 10 jaar? Accident. Dat is accident. No kost me. We actie me met uw examen gaan werken. De stand is met een actie. Vamo gaan samenwerken. En voor politiek partij, en tijd dat we gaan naar 18 en 9, want we moeten mensen accommoderen. We moeten politiek loyalisten accommoderen. En wanneer ik over een Biggie Boy praat, want ik heb ook die video's gehad, dat ik word aangestuurd, meneer, en je weet wie over ik het heb. Dan moet je, waar je bent in die politieke partij van jou, en ik ga die naam noemen, dan moet je Miranda en Gopi vragen wat mijn bijdrage is geweest. Deze man is geen biggie, maar geen enkel politieke partij hoor. Integendeel. Maar ik ben niet de man die gaat bezuinigen. Lek trouwens je monitor, alles staat op Facebook, naar haar social. Mijn naam man dat hier, man. En wat tegen mij aan wat begin maar lek je era. Tap na mij. Tap na mij. Wat je wens als man van mij taki. Wat je wens kako je antwoord biggie boy. Wat je weet niet eens hoe ik bedoel. Maar je biggie boy heeft niets te maken. De rustig verre man. Doe je sani. Doe je social media sani. Maar no lulang aan mij era. Mijn wat trak koko era. Kom je direct antwoord, want ik kies de video. Mina trakuku,
Mi in een kotanga botermes. Vind een sap mi verleden. Actie wat toe mi verleden. Wat kadoshi mi le kwa kuku e wakalek bobo. Tapanga mi. Wat te metak over biggie boy in een sap over spa metake. Mi no attack over you party. U doe sani. Maar mi hoop dat de ai opo de wansa de drape sa metak no. Dat belangrijk. Serena sma, serena uma. Im accident. En sasa mitaki. Mek den ook kon nga bla 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 verhaal. Toetak vijfer, toetak unom arki bla 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 verhaal. Want de vrienden aan money, de vrienden pakket, sa aan of ding, want de taking you money, dat de give you in. Dus of no opu ai. Opu ai. Es don't think he, te kwa graste, des don't think he sa me te gunja. Want de gevolgen biggie. De gevolgen biggie. Ik denk ook bij. Ik kies wel een aantal documenten. Me hoor me ati. Want een confidentieel. Ik voel een blacklist. Voor Sayari. Voor Sayari. De bank is er aan. Banken. Hoe begin je waar schoolcentrale bank zijn door? Om wat toevergunning. Wat plekles er. We jumpen, jumpen. Banken. Banken. Jullie gaan geblacklos worden op één persoon, Mohammed. Ook een andere Mohammed in Suriname. En at the end, want to DNA leader en werken mee dat we blacklist. Unos kreki te jere tak, de mo te kwantu man a Amerikan. Unos kreki. Le jabaka uku dede. Le jabaka uku dede, era? Want alles is van jullie openbaar. Ja toch? Zelfs de mijn karwaan man in een regering top. 50.000. Alles van die man en zijn vrouw is $50.000. Ja, stukken moeten getekend worden. Minister NH, heb je het opdracht al uitgevoerd? Huh? Want een concessiehouder heeft nooit Suriname gezien. Arki Bonsa Metaki, minister NH. Is fake no? Minister NH. Je moet niemand beschermen hoor. Is fake hoor mensen. Die concessiehouders of houder. Heeft nooit Suriname gezien. En opdracht wordt gegeven vanuit de top. Vanuit de top van de regering. Man en vrouw. Minister. Wie die minister van NH? Kan hem karen dat ook kan u takken. Dat is toch fake news? Die concessiehouder die in China woont. Laat me duidelijk zijn. En de Amerika is loco. De Engelsman is loco. De Fransman is loco. Minister, in tekening. Wat concessiehouder zou
nooit Amadoros Rana. Ja toch? En een man, een concessie moest tekenen. Opdracht. Is dat voor mijn bebari toch? Van mijn benen bakken. Wanneer die man show heeft toch? Hoe die meneer? Nummer 1. Van mijn benen. Nummer 1. Nou, allemaal met denk je nou daar. Als hij bij nummer 1. Minister! En wat tegen je want er aan? Meneer Van Vliet. Nummer 1. Je hebt gelijk, Van Vliet. Ik moet direct aan hem denken. Henk Van Vliet. Henk Van Vliet. Die corruptie is zo hoog. Corruptie is zo hoog. Soms moet je, je weet niet waar je moet beginnen. Minister ROGB, die gaat verder. Alsof niets gebeurt. Ministerie daar. Je hebt een aantal gangsters die daar lopen bij het ministerie. En dan gebruiken ze de VP-naam. Ik heb alle vier namen hier toch. Ja, namens de vicepresident. Namens voorzitter. Hoe heet die voorzitter van DNA weer? Meneer B. Corruptie. ROGB. Top. Nemen mensen hun percelen. Iemand vraagt een familieboedel aan. Die krijgt hem, want die betaalt €10.000. En het, iedereen is stil. Wat gaan die politieke partijen doen? 2025. Dat wil ik horen. Ik wil niet te voorbarig zijn om dingen te zeggen. Ik wil van hun horen. Want tijdens onderhandelingen willen ze niet erover praten. Want ze zijn van de aantal van ze zijn van dezelfde veren. Onze bossen worden kapot gemaakt. Van goud en hout. En niemand controleert daar meer. Niemand kan meer organiseren. En wat doen we? We houden onze mond stil. Want iedereen wil weg. Men lees van Santa. Want vrouw van Gwa Holland. En ga maar go to Santa. Nu als go to horen. En dat is één geval. Mensen verkopen huizen. Om weg te gaan. Zo erg is het geworden. Maar laat me deze regering wat vragen. En mensen helpen jullie maar. Wanneer ze hun mond, dan denk ik op de moffo. En de journalisten toch. De journalisten. Wat me voelen? Me arki want to talk. If jelle de moffo. Tijdens dat ding van, interview van NDP Abrahams. If jelle de journalist moffo. If he arki de bek, oh sorry, if he arki de mofo, de fake journalist, zij doen een AXA regering. Wat voor malamoer heb je gedaan? Met dat heel programma met jullie grote bek, geen IMF. Wat heb, zij doen een AXA regering? We gaan actie Abrahams. Dan we plein biggie journalist dat jullie hypocrieten, jullie anationalisten, jullie saka banti, jullie plata banti,
Hoe verslijt banti? Hoe verslijt hersen? Hoe koko mofo? Hoe chocolade mars mofo? We play one big journalist. Jullie zijn bombo's, een aantal van jullie. Jullie zijn meer op sensatie. Ja, en het zijn Boutersen en een Boutersen. Hé, hey, Boutersen is... Luister nou. Voor mij moet ik een programma maken naar de verkiezingen. Jullie bla, lul, bla, lul, banti. Ga de regering vragen. Maar jullie moeten ook eerlijk zijn. Jullie klootzakken. Journalisten, een aantal van jullie. Kom het volk vertellen hoeveel jullie geld krijgen van deze regering. Waarom ga je die vragen die stellen aan Santoki, aan de regering? Toch? Zo wil ik ook actie Ramon Abrahams naar de Trouwandapé. Daar hebben jullie wel een grote bek. Ga vragen aan de regering. HPSG deal. Ga vragen waarom die meneer van SLM en die mensen die SLM hebben bestolen niet vervolgd worden. Dat moet je gaan vragen. Ik ga een lijst voor jullie zetten. Ik ga een lijst op, maar ik ga mijn tijd nemen. En dan morgen ga ik jullie zeggen van Jereno. Stel de vraag Dizzy aan de regering. Over 4 jaren regeren Santoki Brunswijk. Tonen jullie ballen. Tonen jullie poenie. Want jullie bek is alleen groot. Dat zijn jullie. Jullie zijn tjantjams. Want jullie vreten. Jullie vreten. Jullie vierden maar een aantal van jullie. Waarbij jullie moeten controleren voor het volk. Waar jullie het volk moeten informeren van de waarheid. En wat doen jullie? We zeer afvallen. We maken een sensatie naar afvallen. Wanneer worden jullie serieus? Wanneer? Wanneer? En laat mij ook één ding zeggen. De mensen die de PG uitschelden. PG. Je bent een kwalijk toch. Maar Amerikaan heeft me wat gezegd. Een Amerikaan. Van high intelligence. Een man die in een Luca PG. Die AG's moet je kijken. Mensen. En we gaan onderzoek de AG jongen. Ga kijken naar hun familieboek, hun netwerk van deze AG's. En dan kom ik weer een keertje terug. Ga jullie me op uw uitdag, uno kosa pegeren, uno teka a pege kwalakeren, ugo onderzoek boom. En te onderzoek, u kan app me. Dus al die tijd. Me denken we scriptbriefing. We scriptbriefing. We onderzoek dit. Onderzoek dat. Onderzoek dit. Dat zijn een verdwijn. Dan actie mij. Want we zijn wat Amerikaan toe toch. We zijn wat CARICOM toe toch. Ja, je mag het weten. Wie is er nou stuurt naar overal hoor. Je mag het nu wel weten. Want we moeten ook beschermd zijn. Nationaal en internationaal. Hè? Hoofdpresident. Hoofdpresident. Om luku de AG. En om niet te keren. Ama open mijn ei. Ama gimeta op een tabel. Fasane roko. Journalisten. Ga jullie die AG vragen. Wat gebeurt met de zaken? En waarom het bij de PG niet komt voor verder onderzoek. Dat moeten jullie gaan vragen. En wie dat AG zijn.
hun stamboom nagaan, dan gaan jullie zelf zien wat die Amerikaan heeft onderzocht en me heeft gegeven. Zeg, bla bla, kijk hier. Kijk naar die tarantulas. Goed geregeld door deze regering. Goed geregeld. Ga kijken. Welke minister, hoe die lijnen lopen. Misret bij Kosa Pichi, misret bij Taxafa Pichi. Sorry hoor, niet publiekelijk. Niet publiekelijk. Maar ga jullie goed onderzoeken. En we gaan weer sturen mensen. En van mij gaan we het publiceren. Ik ga het bestuur van politieke wisselen naar vragen. En de advocaten vragen. Als ik het mag publiceren. Dan gaan jullie zelf zien. We gaan weer schrijven naar de AGRP. En we gaan kijken. We gaan druk uitvoeren. Om een aantal zaken die wij hadden al geschreven. Koluko zouden doen. Maar laat me goed afstemmen met onze advocaat. De Oluko. If the Sansa was creepy on the shoe. Koluko. Want we hebben ook een klat. We hebben ook een rekenkamer. Ja dan? We hebben ook een rekenkamer. En als de rekenkamer zelf negatief praat. Een rekenkamer die cijfers ziet. Dan ineens iemand kiernes maar van rekenkamer. We regeren. Ga jullie aan die mensen van rekenkamer. Ga jullie aan de mensen van rekenkamer. Want er is ook een brief naar Amerika gegaan. Ga jullie aan die mensen. Ja toch? Aan een man. Aan een agi bereden het. Zo. Zo. Mooi man. Ik ben blij. Ai, dankjewel. Anne, dankjewel. Eindelijk zie ik een volger zetten. Huh? Waar is vader van u? Mijn beetje rebellie. Mijn beetje rebellie. Vader. Vader, dat dressie no de. Vader, nja no de. Vader, omep ching. No be man nyanti de, wat appano go roko go hustle. Puchawe. Vader. Jongen, mijn beetje en mijn mitak zang aan mijn moe voor Arabeli. Vader, ja, amade, na tapan drie hoog dappe, na ga de matifeng, na ga de trafaders, zijn jama kondre, de nyan dappe steek, de nyan name agometi, de nyan, alle soort sani. Alle soort sani. De mensen want to smal dappe tap plein. Sa die politiek. Huh? Mohammedaanse broeders die ook haram bezig zijn. En dan mag je niet zeggen vandaag, want ze is offerfeest. En ze offeren om jullie te offeren. Om jullie te offeren, Surinamers. Dan zijn ze niet haram bezig. Ze moeten zelf in de spiegel kijken. Wanneer ze hun God Allah. Ja toch, hun God Allah. Niet van de goede gesproken. Niet van de goede geesten gesproken. Want die hebben ook. Maar in mindere mate. Een aantal maar. Een handjevol maar. Die haram bezig zijn. Met hun eigen mensen. Die haram bezig zijn. Om hun eigen mensen te gebruiken. Te misbruiken. Ten goede van hun. Van hun familie. Laat ook kritisch zijn naar de verkiezingen toe. Ook naar onze politieke partij Wisranang. Moeten jullie kritisch ook volgen. En ik heb het al gezegd. Wij gaan alles notarieel vastleggen. En dat gaan we publiceren. Wat we gaan doen.
Laat de politieke partijen niet met beloftes naar u komen. Laat de politieke partijen niet met lulverhalen meer komen. Laat ze dat notarieel vastleggen. En in de CARICOM home sturen. Naar de Amerikaanse ambassade sturen. Naar de Nederlandse ambassade. Naar hofpresident sturen. Naar de PG sturen. Zeg, zo willen we ons land regeren. En dit is onze bedoeling. We willen per jaar bijna arbeidsplaatsen creëren van 500 of voor 1000 mensen. We willen 1000 huizen bouwen met de gelden van staatsolie. We willen gelden niet zomaar uitgeven 3 ton dollar voor verven van natin. Weeskapitaal. Weeskapitaal. Geen 60 auto's kopen. Als ik naar werk kijk, donatie, iPad, onderzoek, 30. Schaamteloos, minister van LVV. Schaamteloos. Vertel me nou. Schaamteloos. Onderzoek. We gaan weer bedelen, FAO. Hoeveel FAO jullie niet gegeven? Hoeveel SAMAP jullie gegeven? Waar zijn al die machines die gedoneerd zijn, minister? Waar zijn alle gelden die gedoneerd zijn door Japan? Japan doneert zoveel. Want jullie gaan tekenen toch daar, van Japan. Waar zijn al die vrieswagens? Of is het fake news? Met jouw foto erop. Waar is die truck? Of zeg ik weer rommel? En mensen gaan me uitschelden. Produceer een lijst van me. 4 jaar. Waar zijn al die machines en donaties gegaan? En dat moeten jullie ook vragen. Vanaf het ministerie bestaat. Waar zijn al die donaties gegaan? Waar zijn al die tractoren gegaan? Waar? Hé. Hey, uno beginnen aan meer. En het volk zegt niets. Landbouwers gaan kapot. Kippenboeren gaan kapot. Want er wordt eieren gesmokkeld. Kippen worden ziek. Kippen worden dood. Kippen krijgen kippenziektes. En niemand weet van waar het komt. En elke dag gaan 40, 50, 60 kippen dood. Elke dag gaan er 10, 20, 30 kippen dood. En niemand zegt niets. En alles is koekje ei. En wanneer ik het info geef, dan kruis ik me. Dan kun je wat in Jan maken. Dan kun je wat moet herbert jaatje. Jullie houden ze alles schuil. Alles houden jullie schuil. Al die donaties van de ambassade. Al die donaties van aantal internationale organisaties. Jullie publiceren niets dat het volk mag weten. Waar is het geld van België gegaan? Van SWM? Mensen kunnen geen water in de kraan. Pay the money go. Dan vragen jullie weer 5 jaren. Maar chocolade Mars. Ik wil kijken. Welke volk voor jullie gaat stemmen, ja. En dan ben ik direct vijand. En dan moet ik direct, ik mag niet praten. Mensen worden boos. Mensen van Partij Luhur worden boos. Maar de minister van Binnenlandse Zaken vertelt ook alleen maar chocolade mars. Zijn we vergeten? Dat stellen de perceel Tori nodig, de Fafoyari. Zijn we vergeten? Met de tijd van NPS, Partij Luhur, toen de ex-president alleen maar water in zijn wijn heeft gedaan. Wat heeft het met NPS gedaan?
water, water, grong, foforo. Foforo le kwa felam. We was to minister. Kan yo kate, minister, so minister bede moro. Persele gejet. Stelfde is weer gebeurd. Dan rennen jullie achter Abba. Oké. Rennen jullie achter hem. Partijen hoor. Wang Jawa. Wang Jawa. En je ziet weer. Partijen komen bij elkaar. Wat? Iedereen is vergeten wat is gebeurd? Gaan we dit zo accepteren dat ons grond, onze waarde, onze mama Sarana, zo wordt behandeld en wordt verkocht voor internationaal? Een kuub hout wordt hier verrekend voor 20, 30, 40 dollar? Weet je wat een kuub hout landed in India is? $1000, $800. Hoe is die meneer van SBB, Ravenberg nou? Kan ik mijn tekenman dat ook toe? Van SBB, is het geen Ravenberg? Help jullie man. Ik zag iets van Ravenberg, ja. Huh? Hier nou. SBB, hoe kan opo aieren? De man zei roof akondre. Weet je of er arbeidsplaatsen hier kunnen komen? Alleen met verwerking van hout? Dan komen jullie praten over ontwikkeling. Advocaat-generaal. Geen jonkie, maar Yong Chifa. Ja, Yong Chifa was het. Michael Yong Chifa. Zijn we vergeten? Dat is een vertegenwoordiger. Zijn we vergeten? Hoeveel families hebben niet gehuild? Hoeveel families huilen nu? Hoeveel families hangen abop aan tak de man en tak de man grong? Jullie hebben niet geleerd van Pachelo hoor. En nu weer. En dan praten we lof over ze. We praten groot over ze. En het gelul van koning. Het gelul van koning moet een keertje ook ophouden. We zijn gek. We weten niet wat we willen. Hey. Ik had hem in Kaletitja Fries de wan koningin voor rennen. Ze is wel mijn koningin, ja. Koning voor long. Anthony Nesty. Koning voor zwemmen. Voor zwemmen. En ga maar door. En toch hebben we ze niet gewaardeerd. Ze zijn allemaal weggegaan. Zo gaan we met ons eigen mensen om. Letitia Fries, die zwemmer, Anthony Nesty, noem maar op. Met al onze legends, met onze kunstenaars, weten we niet om te gaan. We kennen onze waarden niet. We kennen onze waarden niet. Malo, wacht, ik ga dadelijk exposen. Wacht, dit is niet de rust. De rest heb je zelf nog eens aan je bezig, Malo. We kennen onze waarde van onze eigen mensen niet. We hebben geen respect voor onze eigen legends. Voor onze eigen zangers, zangeressen, onze kunstenaars. Una respect ik denk. Daarom loop ik me na poko. Daarom loop ik me aan poko. Una respect.
Peki gideyim. Ya da regering komt, regering gaat. Er is geen beleid van sport nog. Er is geen beleid van kunst nog. Ik heb nog niemand gehoord visionair denkend. En we willen toerisme bevorderen. Maar minoyere ete, los van een aantal idioten die geen nationale visie hebben. Alleen maar oil en gas gelul. Gooi je geld, hou het zogenaamde beurzen om het volk, om een deel van het volk, om een aantal mensen gewoon voor de gek te houden. Dat is mijn lauw. 20.050. Afusarangwe. En dan we harken. Ja, en we go. En laten, anderen laten zich misbruiken. Om kern, in een kern te gaan zitten van een politieke partij. Zie je dat het niet klopt? Een politieke partij die elk 4 jaar komt om een kern te zetten. Is voor de gekhouwerij. Met die nieuwe, ze hebben die nieuwe kiesregeling niet begrepen. Ze hebben geen moer begrepen. Jullie zitten mensen te exposen. Om alleen hun in problemen te zetten. Want als die politieke partij niet aan de macht komt. En je hebt politieke partijen die alle foto's downloadt, mensen. Zijn jouw kinderen, ben jij gewoon een target. Want je hangt een politieke partij om je te wijzen van ik ben dit, ik ben dat. En je mag trots zijn, maar je moet niet frustreren dadelijk. Je moet niet frustreren wanneer je onheus wordt behandeld. Laat je niet misbruiken en gebruiken. Je moet trangen zijn hoor. Vooral die jongeren. Want ik vind het goed. Ja, ik ben een kern, draag de trui. Ja. Een kern wordt geïnstalleerd. Jullie gaan geen moer betekenen. En als er iets fout gaat, dan ben je een target. Want je foto is daar ergens geplaatst. Oh no, dit is nou een NDP'er, jong. Hé, hey, dit is nou een VAP'er. No, aan een kiesrokko. Een Chino guap buitenland. Een man een NDP'er. Een man een VAP'er. Een man een partij loor. Denk aan Tori. Denk aan Tori. Meneer Opo Aino. Genoeg het, hè? Oké. Okay. Ja toch? Mensen. Die deed nou een ding. Maar wat heb je nu? Wat draait een pokoe? Corrupted politicians. Corrupt politicus. Jullie zijn zo corrupt, joh. Als ik het balans opmaak, toch? Wie is er aan oma? Wie is er aan oma? Het hangt van jullie af, hoor. Ik ga blijven praten. Zetel of niet. Maar wanneer je daar bent, dan kan je bepaalde kracht uitvoeren. Maar ik ga eerlijk zeggen. Politieke partij Wisrana gaat meedoen. Maar wij van het politieke partij, we gaan blijven schrijven. We gaan blijven praten. En we gaan opletten. En als jullie willen,
als jullie sternama estra uma. Dat we één of twee zitten daar moeten gaan om voor jullie. ID-kaart wacht ik al een maand. ID-kaart. Ik heb iemand die paspoort al 6 maanden wacht. 6 maanden al wacht in Sint Maarten. En die man moet zijn verblijf regelen, mensen. Maar goed. Waarmee ga ik kortere video's maken op deze dingen. Om even aan hun te weten. Als jullie willen. En ik vraag jullie. Om goed na te denken. Om onze partij. Politieke partij. Wie is er dan? In afdur. Min ook al 34. Min ook al 10. Ik heb het ook al gezegd. We gaan 13 mensen op het lijst zetten. We gaan geen RR en DR zetten. Want wij hebben geen geloof erin. Want zonder een goede training. Zonder een ideologie. In elkaar maar pikjes mappen. Het lijkt DR en RR. Voor gebruik ding. En wij hebben gezegd. Bewust. Geef ons 1 zetel. Geef ons 2 zetels. Vraag niet meer. En als jullie de waarheid willen horen in DNA, gaan jullie het ook horen hier op Newara. Zal blijven. En ook in het DNA de mensen die daar gaan zitten. En daar worden documenten opgevraagd. Want dat doen ze niet voor jullie. Vraag 1 DNA lid op een paar na. En dan worden ze mond dicht gemaakt door een fractievoorzitter. Want ze mogen niet praten. En zo dom en naïef zijn ze ook. Zo dom en naïef zijn ze ook. Ik zeg het ja. Ze luisteren naar hun fractievoorzitter. Klootzakker. Je mag niet praten hoor. Je mag niet over deze onderwerpen praten. En direct word je aan de kant gezet. Direct word je schuin gekeken als DNA. Dat zijn dingen die ik heb meegemaakt. Ik praat niet zomaar. En mensen schreeuwen over Janice Humans. Ik weet waarover ik praat. Ik weet waarover ik praat. Ik heb niets met de persoon te maken. Maar het denken van de persoon heb ik veel moeite, ja. Ook Missikaba. Laat ze op de lijst komen. En een aantal nog van ze. Dan hoef je niet voor me te stemmen. Maar na 25, als je rijbewijs vervallen is, ga je maanden lopen met een strookje uit de cadeau. Maar wat wel uitgegeven. 2 ton, 3 ton dollar aan rotzooi en rommel. Wat rijbewijs unomangisma. Wat ID-kaart unomangisma. Maar we geven wel 7,000-8,000 ID-kaart. Fake news, hè, mensen. We geven wel IT, sorry even, 7,000-8,000, 9,000 ID-kaart voor Dalogo stem, naar het toe, naar 3 nationaal. En de regering is blind. Inders worden aangehouden, de regering is blind. Wanneer Amerika ze gaat pakken met Surinaamse paspoort bij de grens bij Mexico. Dan ga je zien. Oh regering, dan ga je zien wie gaat dansen. Ja toch? CBB directeur. Lukie Tori. Lukie Tori, zei ze. Laat ze jou niet gebruiken en misbruiken. Laat ze jou niet gebruiken en misbruiken, CBB voor... Directeur, I know what I'm talking about. I know what I'm talking about. Koning. Mensen, share jullie mijn video. Ik zou zeggen,
Mensen die echt iets willen betekenen voor Suriname. Mensen die echt willen een legacy willen achterlaten. Mensen die de waarheid willen spreken. Kunnen me altijd bellen. Kunnen me altijd appen. Wil jij een lid worden die Suriname kan helpen? Natuurlijk zeg ik. Iedereen heeft een beetje eigen belang. Maar laat die balans ergens zijn. Toch? Laat die balans niet hoger zijn dan het volk van Suriname. Want daar moeten we ook eerlijk over zijn. Toch? En we weten wat we... Ik heb het vaker gezegd. Ik heb zelfs geen 10 schone vingers. En laat niemand je vertellen dat ze 10 schone vingers hebben. Maar die 8 of die 7 die ik heb, probeer ik. Ik zeg het bescheiden. Probeer ik voor deze natie, voor de mensen in de buurt, een legacy achter te laten. Want ik ben geen biggie man, net als die ene meneer die uitspraken heeft gedaan, die video's die ik heb gehad. Ik ga niet naar Biggie Boy om 20 en 30.000 SRD te halen. Ja toch? Ik ga niet naar Leonsberg om 5.000 gulden te halen. Dat ben ik niet. Vraag aan Koppie. Vraag een aantal van die leiders. Voordat je me bespreekt hoor. Dat is zelf meer. Jullie zijn maar me, not try me. Le familie zijn maar you, me not try you, not try me. Want mezelf dat me atin na rubber. Me atin naki. Je zei het al. Ne vredig doe sami. Sma sa sabi sabi. En het heeft rustig, is je met de lekker aan juju, dan met aan juju er man. Want boskopo met je nou man. Sap zei het takkie er. Sap zei het doe. Is het niet? Sap zei met takkie, en mi sap zei met tegen volk, en mi sap zei met tegen wisser aan volk, want de ei moest open. Mensen, ciao ciao. Alsjeblieft, deel mijn video, want de chapel has a hack me Facebook page, maar nou erg. Meshuno. Lobby, lobby, lobby. En nog bedankt. Ciao, ciao. Corruption leaders, corruption politicians. Tell me why I'm corrupt politician. They might tell you lies. They might evolve, they make out what they pick in their guy. They might ask where they do the hungry people. They might die. You know why? Don't tell me why I'm corrupt politician. They might tell me. You know why? You know they do what that prime minister and president are deep. Who with them gather who?
Ciao, ciao.